allemaal. Luc is alweer 8 maanden oud, dus het is weer tijd voor een nieuwe update. En Luc is er gezellig weer bij. Ja. Ik zit even in een andere ruimte dan dat jullie gewend zijn. Dit is namelijk Luc's kamer. En ik ga jullie even vertellen hoe het is gegaan afgelopen maand. En wat hij allemaal heeft geleerd en wat hij wil doen. En blijf dus even kijken naar deze 8 maanden update. Wat ontwikkelingen betreft is het een roerige maand geweest. Luc heeft allerlei nieuwe dingen geleerd en is alles weer veel beter gaan doen dan dat hij al deed. Hij is zelfstandig gaan zitten. Het is geloof ik 3 weken geleden trof ik hem zittend aan in bed, 's morgens vroeg. En ik heb gelijk Joost zijn bed uitgeschopt om het bedje omlaag te zetten. En Luc ging daarna weer zitten. Hij bleef het volhouden en dat is wel heel erg fijn, want hij was zo gefrustreerd dat hem niet lukte. Hij is ondertussen gewoon even ergens mee aan het spelen hoor, dus af en toe hoor je misschien een gek geluid. Verder is hij ontzettend druk met praten. Hij maakt echt hele herkenbare klanken nu, gaat ons ook nadoen. Ze kijkt ons heel goed aan als we tegen hem praten en maakt eigenlijk steeds dezelfde mondbewegingen. Vooral als je heel erg langzaam tegen hem praat, bijvoorbeeld mama, nou, dan zie je zijn mond meebewegen en dan gaat hij lachen. Hij zegt nog niet alles na, maar je merkt aan hem dat hij dat wel heel graag wil. Dus ik ben benieuwd hoe lang dat nog gaat duren. En hij kruipt. Eigenlijk heb ik nog niet de Baby Moment Card gebruikt, omdat hij ergens denk ik van, nou, kruipen, als je denkt aan kruipen, dan denk je aan zo'n baby die vliegensvlug over de vloer heen gaat op handen en knieën. Hij doet het niet vliegensvlug, maar hij gaat wel al kruipen. Hij is echt serieuze kruipbewegingen aan het maken. Komt ook vooruit, hij komt overal waar hij wil. Alleen nog niet zo snel, maar goed, dat komt natuurlijk vanzelf. Daar gaat hij alleen maar beter in worden. Dus ik denk dat het toch dit weekend eens een keer tijd wordt voor de Baby Moment Card. En hij trekt zich op. Als hij de kans krijgt, dan probeert hij te staan. Dat lukt nog niet altijd, dus daardoor is hij heel erg gefrustreerd. Maar het lukt hem wel af en toe. En dan lijkt hij ook gelijk zo groot als hij gaat staan. Het echte baby zijn gaat er nu echt langzaam vanaf. Nou ja, langzaam. Het gaat snel genoeg. Volgende week mogen we weer naar het consultatiebureau. Dus dan ben ik heel erg benieuwd wat ze daar zeggen van zijn ontwikkelingen. En ik ben ook echt heel erg benieuwd naar hoe die gegroeid is de afgelopen 2 maanden. Ja, want je wordt een grote knul. Ja. Dan gaan we maar gelijk over naar maten en groei. Hij is nog steeds in maatje 4 met luiers. Zal die voorlopig ook nog wel even inzitten. Gelukkig is er deze week ook een fijne aanbieding bij de Kruidvat met de luiers. Die luiers gebruiken we altijd, dus we zijn even flink aan het inslaan. Hoe lang die is en hoe zwaar die is, dat weet ik dus nog niet. Dat horen we volgende week. En qua kleding zit hij nu wel echt in maatje 74. 68 past niet meer. Sommige dingen zitten nog een beetje los. De meeste broekjes die lubberen nog een beetje om zijn buik heen. Maar goed, Luc is gewoon een slanke baby. Hij heeft niet, hij heeft wel zijn vetjes natuurlijk. Maar hij is absoluut geen dikke baby. Dus ja, dat het een beetje lubbert, dat kan. En dat maakt verder ook niet uit. Ik hou er ook niet van om strakke kleding aan te hebben. Dus het maakt niet. Het is alleen maar lekker voor, omdat het een beetje los hangt. Wat zie je daar? Zijn haar is vooral heel erg aan het groeien. Ik heb geen idee of dat jullie dat verschil goed zien. Maar als hij nu uit zijn bed komt, dan zit het helemaal door de war. Dus het moet er net echt kammen. En hij heeft echt een kuifje bovenop. En je merkt aan alles dat het voller wordt. En dat gaat echt heel snel ineens. Dus ik ben benieuwd wanneer hij lekker een volle bos heeft. En ik kijk er al naar uit dat hij met een jelletje in zijn haren kan. Nu doen we dat gewoon nog met haarlotion. Maar goed, dat is er vaak na een uurtje wel weer uit. Dus dat gaat hartstikke goed. Het wordt echt lang en dat is alleen maar leuk. Ik vind het wel ook wel lekker voor in de winter. Heeft hij een beetje wat haar op zijn hoofd. Minder koud natuurlijk.
Met eten en drinken gaat het echt super goed. Hij eet alles. Er is niks wat hij niet lekker vindt. Tenminste, we zijn het nog niet tegengekomen. We zijn sinds een paar dagjes overgegaan op de 8 maanden potjes. Maar nu hij die potjes eet, zien we dat hij eigenlijk gewoon met de pop mee kan eten. Als ik kijk naar de ingrediënten, eten wij eigenlijk helemaal niet zoveel andere dingen dan die hij mag. Van de week heeft hij spinazie meegegeten met ons. Toen ik de balletjes gehakt maakte, dacht ik, shit, nu doe ik de kruiden in die hij niet mag hebben. Dus volgende week ga ik balletjes maken, maar dan een kleintje zonder kruiden. En ik ben benieuwd of dat hij dat dan ook lekker vindt. Die spinazie vond hij echt heerlijk. Daar bleef hij van smullen. Gisteren heeft hij spaghetti bolognese op. Dat vond hij ook heerlijk. Hij blijft zijn mond maar open doen. Het gaat hem niet snel genoeg. En dat spreekt eigenlijk over hoe het de hele dag gaat. Hij wil de hele dag eten en drinken. En wel heel snel. Dus als je denkt, we eten tegelijkertijd. Hij neemt een hapje, ik neem een hapje. Nee, Luc krijgt een hapje en Luc krijgt een hapje. Want mama mag tussendoor niet eten. Er is geen tijd voor. Hij wil gewoon heel snel alles naar binnen krijgen. Dat proberen we natuurlijk wel een beetje in te dimmen. Maar goed, een huilend kind aan tafel zit niemand op te wachten. Ben je een beetje moe, kind? Oh. Maar dat gaat gewoon goed. Hij eet nu, of hij drinkt 's morgens nog steeds een papfles. Opvolgmelk 2 met drie scheppen fijne granenpap. Zodra dit pak op is, gaan we wel naar de 8 maanden versie over. Volgens mij is het dan wat grover. En hij heeft het van de week al 1 keer vanaf de lepel gegeten. En dat vond hij ook heel erg lekker. Dan wordt het ook dikker, dan kan je er meer pap bij doen. Alleen is het niet altijd handig. Als hij 's morgens al een beetje uit zijn hum is, dan ga ik niet ook nog pap vanaf de lepel geven. Want hij wordt gewoon sneller rustig als hij het uit de fles krijgt. Dan krijgt hij om 1 uur of 10 meestal een fruithapje. Hij vindt ook alles lekker daarvan. Het maakt niet uit wat erin zit. Maar dan gaan we dus ook kijken of dat vanaf nu wat grover kan allemaal. Zodat hij gewoon over een poosje misschien ook gewoon zelf vanuit een bakje stukjes fruit kan wegeten. Rond lunchtijd krijgt hij lekker een boterhammetje met appelstroop of met smeerkaas. Ik heb een tijdje terug ook gewoon een plak kaas erop gedaan. Het vond hij lekker, maar wel apart van elkaar. Dus hij wilde niet brood en kaas erop, maar hij wilde eerst een stukje brood en dan een stukje kaas. Ik weet niet waarom, maar misschien is het de structuur of zo. Prima. Dat vindt hij hartstikke lekker. De korstjes eet hij zelf. Daar krijgt hij nog niet heel veel van binnen. Het is meer nog sabbelen. Maar het brood wat tussen de korsten in zit, dat eet hij heel snel achter elkaar op. En dat vindt hij lekker en dat gaat hartstikke goed. Dus dat gaan we lekker volhouden zo. Dan krijgt hij na zijn boterhammetje weer een fles. Gewoon een normale melkfles met opvolgmelk alleen. Ja, 's middags eet hij nog tijd van tussendoortje. We zijn nog een beetje aan het stoeien met wat we hem dan aan het eind van de middag misschien nog kunnen geven. Misschien moet ik wel gewoon, als hij een stukje fruit kan eten, dat hij gewoon dan nog even een stukje fruit weg eet. En 's avonds dan eet hij zijn groenten. En daarna een fles met, dan drinkt hij een pyjama-papje. 210cc met 7 scheppen pyjama-pap. Vindt hij heel erg lekker, vooral die met appel. Dan ruikt hij ook ontzettend naar appel daarna, dat is weer minder. Maar dat gaat hartstikke goed. Hij eet eigenlijk alles op wat je aan hem geeft. En hij laat nooit wat staan. Dus ik ga toch eens even overleggen op het consultatiebureau volgende week hoeveel hij mag. Want ik wil hem natuurlijk niet te veel geven. Ik wil niet zijn maag oprekken en dat hij in een keer overgewicht gaat krijgen of zo. Dus ik heb ergens ook het gevoel dat hij nu niet genoeg krijgt. Dus we gaan eens even kijken hoe we dat gaan doen. Wat tandjes betreft dacht ik vorige maand al, doordat hij van die ontzettende rode billen had en heet het in zijn mond greep, dat tandjes eraan kwamen. Nou, die hebben we dus nog steeds niet gezien. Hij is nog steeds niet doorgekomen.
af en toe denk ik wel een puntje te voelen, maar dan weer niet en dan weer wel en dan weer niet. We zien het wel. Ik ga er niks meer over zeggen, want ik denk nu al 4 maanden dat ze eraan komen. Maar op dit moment is het even rustig en dat is wel fijn. En het moederschap is nog steeds hartstikke leuk. Het is gezellig. Maar ik moet wel heel eerlijk toegeven dat ik van tevoren niet had gedacht dat deze periode zo pittig zou zijn. Dat gefrustreerde dat hij dingen wil, maar niet kan. Ik had nooit verwacht dat het zo zwaar zou zijn. Waar hij altijd doorsliep, is hij nu regelmatig 's nachts even wakker. Of hij is heel erg vroeg wakker. Vanochtend was het ook weer 5:30. Nou, dan wil hij gewoon niet meer slapen. En dat zijn we niet gewend. Eigenlijk zijn we wat dat betreft een beetje verwend. En dat is... goed, we zullen zien hoe dat gaat lopen. Ik hoop dat het een kwestie is van iets veranderen in het eetpatroon. En dat hij dan misschien weer lekker gaat uitslapen. Ga je ook wat vertellen? Een lekker nat handje. Dus ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. Het is nog steeds genieten. Hij is eigenlijk tussen het huilen en frustraties door nog steeds heel erg vrolijk. Hij is afgelopen maand voor het eerst uit logeren geweest. Dat deed hij hartstikke goed. Hij begint wel een klein beetje eenkennig te worden. Maar zodra we ergens over een paar minuutjes zijn, dan breekt het ijs en vindt hij het ook allemaal goed. Wat zeg je allemaal? Hij poept en hij plast goed. Hij groeit goed volgens mij. En het is gewoon eigenlijk een heel tevreden kind. Nog steeds. En we hopen ook dat het lekker zo blijft. Ik zat vanmorgen ineens te denken, de volgende update is gewoon maar een paar dagen voor kerst. Het is echt, wat gaat het in één keer snel. Het is al bijna december en de tijd vliegt echt voorbij. Het is zo cliché, maar waar. Zodra je een moeder bent, dan gaat de tijd nog veel sneller dan voorheen. Op mijn blog zal ik ook nog even schrijven over hoe de afgelopen maand is gegaan. En natuurlijk komt daar ook deze video op te staan. Ook de maandfoto is weer gemaakt en die komt daar ook bij te staan. Nog maar 4 foto's te gaan en dan hebben we het hele jaar compleet. Als jullie deze video leuk vinden, of als jullie Luc leuk vinden, wie vindt Luc nou niet leuk... Geef dan even een duimpje omhoog en abonneer je even op mijn kanaal. Dan zien we jullie sowieso volgende maand weer terug met de volgende update. Zeg maar. Doeg, tot de volgende keer. Doei doei. Doei doei doei. Doei doei doei. Doei. Kiek kiek.